Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een hele leuke video. Ik heb namelijk een unboxing video van Lounge. En als jullie heel veel zin hebben in de video, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan gaan we maar gewoon gelijk beginnen. Ik heb er echt heel veel zin in om dit aan jullie te laten zien. Ik heb namelijk dus een pakketje gekregen van Lounge. En ik volgde dit account al heel erg lang op Instagram. En ze hebben echt mega mooie lingerie. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld een beetje van die lounge kleding. Dus je hebt jongsbroeken en truien. Maar je hebt ook badkleding. En ja, ik vind die lingerie echt super mooi. En ik kreeg een mailtje of ik wat items wilde ontvangen. Ik krijg er niet voor betaald. Ik heb het gewoon gekregen. Dus ik ga jullie mijn eerlijke mening vertellen. Ik heb ook alles gepast. En ik ga het jullie gewoon allemaal laten zien. Op de site heb je heel veel verschillende maten. Maar ook op Instagram heb je heel veel verschillende modellen in heel veel verschillende maten. Dus je kan heel erg goed zien van past dit bij mij of past dit juist weer niet bij mij. En dat vond ik ook heel erg fijn. Even over de maten. Ik heb heel veel video's bekeken en heel veel foto's gekeken van oh, welke maat zou ik bestellen. Zelf is het wel fijn dat ik even vertel wat mijn maten zijn. Ik heb meestal van broeken wel maat 36-38. Dus ik twijfelde heel erg tussen een S en een M. Maar ik had gehoord dat de S best wel groot viel. Dus ik heb alles in een S besteld qua broekje. En qua topje heb ik gewoon mijn eigen maat besteld. Namelijk 75B. En soms heb ik ook 70C, maar dat is natuurlijk gewoon hetzelfde. En dit paste eigenlijk perfect. Ik heb alles gepast en ik ga er alles over vertellen. In ieder geval, het kwam dus in deze zak binnen. En wat ook heel erg leuk is, is dat daarin zitten ook weer zakjes. En ik ga dus alle setjes aan jullie laten zien. Ik heb ook een kortingscode, want er is namelijk ook Black Friday. Dus er komt extra korting. En omdat ze nu ook naar Nederland verzenden, krijg je boven de... Als je boven de 50 euro bestelt, heb je gratis verzending. Dus dat is heel erg fijn. Dus ik ga het gewoon eventjes laten zien. Ik heb geprobeerd van verschillende lijnen wat te bestellen. En ook in verschillende kleuren, zodat ik het kan laten zien. Als eerst heb ik van de balcony lijn. En ik heb alles er even ingepakt, zodat ik het even aan jullie kon laten zien. Maar ik heb dus alles al gepast. Omdat ik dan toch wel het beste een review kan geven, vind ik. Als eerste is dit de string die erbij zit. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ik vind de kleur heel erg mooi. En wat heel erg fijn is, is dat aan de onderkant hier nog een stukje zit. Dus niet dat het alleen maar kant is. En de achterkant is dus helemaal doorschijnend. Die band is ook helemaal niet vervelend of zo. Ik vind het juist heel erg fijn zitten. Dus ja, dat zijn deze. En ik heb deze in een maatje S, zoals ik al zei. En daarbij hoort dus een heel mooi topje. En deze is ook wel echt een van de bekendste. En dat is namelijk dit topje. En wat ik heel erg mooi vind is dat de voorkant dus helemaal van kant is. Dus hij schijnt wel helemaal door. Dus je kan alles er doorheen zien. Daar moet je rekening mee houden. Maar wat heel erg fijn is, is dat er een beugel in zit. En daar hou ik echt heel erg van. Als je echt helemaal geen ondersteuning hebt, vind ik dat niet heel erg fijn. Dus dit is het topje. En de achterkant kan je dus gewoon dicht doen met zo'n normale BH-sluiting. En deze heb ik dus in een maatje 75B. Heel erg fijn. De bandjes kan je verstellen. En ik vind dit gewoon echt... Dit is denk ik wel een van mijn favoriete setjes. Ik vind deze echt heel erg mooi. En ik vind de kleur ook heel erg mooi. Ik zal proberen zoveel mogelijk beelden van de modellen erbij te zetten. Want ik voel me niet heel erg comfortabel om dit nu te laten zien. Omdat natuurlijk ook alles doorschijnt. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Maar dit is dus het eerste setje. Echt heel erg mooi. Dan als tweede heb ik van de Bamboo Triangle... collectie heb ik iets uitgekozen. Daarbij zit namelijk dit topje. Heel erg chill. En ik draag dit echt heel erg vaak onder truien. Ik draag bijna nooit een BH, maar heel vaak een bralette. Omdat ik dat gewoon heel erg lekker vind zitten. En dit is eigenlijk gewoon een best wel simpel zwart braletje. En daaronder staat dus Lounge. Je kan deze verstellen, de bandjes. Maar de achterkant is wel gewoon helemaal elastiek. Dus dit moet wel precies aansluiten. Dit heb ik ook weer in een maat S. Deze is ietsje te klein, maar niet echt dat het storend is. Dus het kan wel. En als ik de bandjes gewoon wat losser doe, zit die echt perfect. Dus dit is het topje. En daarbij heb ik ook een string gekozen. Ik moet even het goede broekje erbij zoeken. Ja, je hebt dus ook nog andere broekjes erbij. Maar ik vind een stringmodel gewoon echt het mooiste. Dus dit is de string. En die band is heel erg fijn. Vind ik fijner dan die andere band, omdat deze wat dikker is.
Deze is ook ietsje kleiner dan de andere, maar zit daarom bij mij juist echt heel erg goed. Dit is de achterkant. En ik vind dit ook weer echt een heel leuk setje. En deze heb ik dus allebei in een maatje S. Heel erg blij mee met deze. Dan als volgende heb ik iets in mijn lievelingskleur. Heb ik nu ook aan. Ik vind groen echt een hele mooie kleur. Ik weet niet zo heel goed wat ik van deze collectie vind. Deze heette Bold Mesh. En dan in de kleur khaki. En dit is dus gewoon helemaal van kant. Helemaal doorschijnend. Deze zit wel het beste. Alleen ik weet gewoon niet zo goed wat ik hiervan vind. Oké, ik zal hem even laten zien. Dit is het topje. En daardoorheen zie je dus lounge staan. Ik vind deze kleur echt heel erg mooi. Oh ja, over mijn wenkbrauwen. Ik heb die net geverfd. Dus ze zijn heel erg heftig. Ik hoop niet dat het te erg opvalt. In ieder geval, deze zit gewoon echt heel erg mooi. Ik vind gewoon dat het mooist zit, dit topje. Alleen wat gewoon het ding is natuurlijk, dit schijnt gewoon helemaal door. Dus je ziet alles zitten. Dus daar moet je rekening mee houden. Maar dat kan ook weer juist wel weer iets heel moois geven. Bij die andere is er nog een klein beetje bedekt. En hier zie je gewoon letterlijk alles. Deze heeft gewoon aan de achterkant ook weer elastiek. Deze heb ik ook in de maat S. Dus deze kan je niet verstellen. Maar deze zat bij mij wel heel erg goed. En hij is wel heel erg stretchy. Daarbij hoort ook weer een string. Deze string vind ik het minst fijn. Want ik hou ervan als de band iets dikker is. Maar hij zit wel heel erg mooi. En ja, net zoals het topje zie je hier weer lounge staan. En hij heeft gelukkig hier wel zo'n stukje extra stof. Dat vind ik wel fijn. Maar dit zijn dus echt alleen maar touwtjes. Ik vind die ringetjes wel heel erg mooi. En ik vind deze kleur van dit setje echt prachtig. Maar je moet er dus wel rekening mee houden dat deze echt gewoon helemaal van kant is. Maar deze zit bij mij wel het beste, vind ik. Dus dat zijn deze. Ik ben ook zo blij dat alles past, want ik was echt heel erg bang. Maar er staan zoveel video's online en zoveel foto's dat ik gewoon heel erg ging kijken. Oh, dit model heeft een beetje mijn lichaam, dus dit zal wel moeten passen. Dan heb ik deze. Deze is ook van de Balcony lijn, maar dit is met blossom. Heeft een iets andere vorm. En deze kleur vind ik ook echt prachtig. Het is namelijk in deze mooie rode kleur. Ik hoop dat het goed overkomt op beeld. Lijkt nu een beetje oranje, maar hij is echt gewoon heel erg rood. Wat ik heel erg mooi vind is dat je hieronder heb je weer lounge staan. En hij heeft dus van die beugels waardoor het gewoon heel erg fijn ondersteunt. En deze zat ook echt perfect. En ik vind het ook heel erg fijn dat je dus aan de achterkant weer een BH-sluiting hebt. Waardoor je hem gewoon zelf kan verstellen. Deze heb ik ook in een 75B. Dus dat is helemaal top. En deze bandjes kan je ook weer verstellen. En ik vind deze echt prachtig. Zeker als je lekker bruin bent. En dit stringmodel is dan weer wat groter. En het is niet lelijk doordat het groter is. Maar je ziet het wel een beetje. En deze heeft weer een dunner bandje. Gewoon hetzelfde eigenlijk als het topje. En hij lijkt ook heel erg op die blauwe. En hier heeft hij dus ook een stukje extra stof wat heel erg fijn is. En deze heb ik dus wederom weer in een maatje S. En dit topje vind ik echt prachtig. Er is niemand die het nu ziet. Maar het is altijd fijn om gewoon mooie lingerie aan te hebben. Dus dat was het vierde setje alweer. Dan het laatste setje. Deze is ook van de triangle lijn. Maar dan is die ene van lounge triangle. En dit is van de bamboo triangle bra. Zo. Even kijken. En deze heb ik ook. Vind ik ook echt een hele mooie kleur. Namelijk deze blauwe kleur. Deze donkerblauwe kleur. Echt heel erg mooi. Deze heeft geen beugel. En aan de andere achterkant kan je hem niet verstellen. Maar deze zit echt heel erg mooi. Deze zit bij mij als ik de bandje los doe wel iets te los. Dus ik moet die wel een beetje aantrekken. Of hoe je dat ook wil zeggen. En daarbij zit weer dat fijne broekje met die dikke band. Ik vind deze band gewoon het fijnst. En deze is door, dus dit broekje is weer ietsje kleiner dan de balcony broekjes. Maar ik vind deze ook echt heel erg mooi. En hier staat dus aan allebei de kanten maar één keer lounge. Dat was bij dat zwarte, zat het er helemaal omheen. En daar heb je het maar één keertje staan. Ik hoop dat ik het goed uitleg. Dus dat is het vijfde setje. Heel erg leuk. Toen dacht ik, het is ook nog wel iets. Het is ook nog wel leuk om iets van de lounge kleding te proberen. Hadden ze ook hele leuke dingen. Leuke truien, leuke leggingen. En toen zag ik deze. Het zit ook in een heel erg fijn zakje die je kan hergebruiken. Deze heb ik als enige nog niet gepast. Maar hier zal ik gewoon een aanbeeld van plaatsen. Dus dan weten jullie dat ook gelijk. Oh ja, heel erg mooi. Nou, dit is het topje.
Het lijkt een beetje op dat andere setje. Heel erg mooi met wit en zwart. En het heeft ook wel echt zo'n fijn soort sportstofje. Deze heb ik in een... Ook in een maatje S heb ik deze. Heel erg mooi. En daarbij heb ik dus een bijpassende legging. Oh ja, hele fijne stof. Heel erg dik ook. En deze heeft zo'n hele dikke band. Hij ziet er wel best wel klein uit, maar ik denk dat hij het best wel mee rekt. Ik hoop niet dat hij doorschijnt. En deze heb ik ook in een maatje S. En daarbij hoort dus deze top. Ik zou dit misschien eerder thuis dragen dan naar de sportschool. Want ik voel me niet heel erg fijn om alleen in een sport-BH te trainen. Maar het is wel echt een heel erg mooi setje. Oké, dit is het pak. Hij zit echt mega goed. Heel erg lekker. Sluit heel goed aan. Ik heb hier nu niks onderaan. Want dan vind ik hem toch het beste zitten. Maar heel erg blij mee. Dus dit zijn alle items die ik heb gekregen van Lounge. Ik zal alles in de beschrijving zetten. En ook mijn kortingscode. Dus ja, als je vragen hebt, stel ze zeker in de comments. En ik zal overal op reageren. En dan heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!